Welkom bij Vlogmasdag 10. Goedemorgen allemaal. Het is dinsdag. Ik ben wakker. Heb ze goed geslapen? Beetje onrustig wel, merkte ik. Maar ik ben wakker. Ik ga eerst even gauw naar beneden om koffie te zetten. Mijn wekker is echt 1 minuut geleden af. En ik heb er dan ook geen problemen mee. Om er gewoon lekker gelijk uit te gaan. Echt, zodra mijn wekker gaat, sta ik gelijk op. Ik ga even aankleden. Even wassen aankleden. En dan ga ik even koffie zetten beneden. Goed, ik heb me lekker gewassen, mijn gezicht gelijk gedaan. En ik ben er gelijk aangekleed. Want ik heb het koud. Dus ik trek lekker mijn badjas aan. Ik ben heel erg van kouder. Jammer. Maar goed, gisteren deze pot klaar gezet met koffie. Dus die gaan we nu dan ook gewoon lekker aanzetten. Alles heb ik gisteravond klaargezet, zet ik dan gewoon weer lekker aan. Die ga ik lekker laten lopen. Ik ga nog niet eten. Ik ga over een half uurtje pas eten. Want ik kan echt niet nu gelijk al eten. Dat gaan we gewoon ook even niet doen. Ik wacht even tot de koffie klaar is. Dan ga ik terug naar boven. Dan ga ik mijn make-up doen. En mijn bed nog een beetje recht trekken. En dan ik heb hier allemaal pukkels, jongens. Bah. Ik haat het. Vervelend. Maar goed, die werken wel lekker weg zo nu. Oh. Sorry voor dat gesnuif hoor, maar echt, oh mijn jas. Het komt echt door dit droge lucht. Als ik dat ding aanzet in elkaar, was je niks aan de hand. Maar goed, ik neem vandaag lekker mandarijntjes mee. En sultana. Omdat gewoon dat lekker is. En ik ga ook mijn stagebrood halen, ik heb geen zin om... Nu gaan we alles klaar te maken. Het is serieus 5:15, jongens. En ik ben nog steeds aan het wachten op het koffiezetapparaat. Oh. Wachten. Maar daarentegen ben ik wel klaar. Geëet om 5:30 op. Wakker. Hup, naar huis. Even naar de wc. Wassen aankleden. Maar wat was aangetrokken, ik heb het koud. En dan gewoon lekker naar beneden een koffie te zetten. Ik denk dat het zo meteen 6:00 wordt. Dan heb ik nog maar 3 kwartier de tijd. Dus dat is wel vervelend. Maar ja. Mijn vader is daarentegen nog niet eens wakker. Dus ik heb geen haast. Het is gewoon lekker wachten en rustig. De koffie is klaar en ik hoor dat mijn pa ook wel wakker is, dus dat is mooi. Koffie. Koffie staat er. En ik ga heel even een YouTube video aanzetten. Even een paar vlogmasvideo's bijkijken, want ik heb gisteren door stage natuurlijk niks kunnen zien. Dus dat gaan we gewoon even doen. We gaan lekker Alicia Marie kijken. Ik zou zeggen, let's go. Even het make-up hier op. Bijna koud. Ik merk dat ik iets vroeger op moet gaan staan.
Omdat ik nu eigenlijk de adventkalender extra doe. Het is al bijna half. Dus even snel, het is bijna 6:30. Over een kwartier ga ik al weg. Of nee, over een paar minuten. Het is vandaag 10:00, jongens. Een heel kleintje. Vanmiddag, maar er zit een nagelknippertje in. Dat is wel super chill. Goed, dan nummer 10. Yes! Een bronze kleur nagellak. Deze gelijk uitdoen. Ik had misschien wel sokken aan moeten doen. Oh, mijn voeten doen zeer. Even sokken aan doen, jongens. Dat loopt niet lekker, dat houdt niet vol met die harde rand erin. Het zit niet zo lekker. Maar dan vraag ik me af, heb ik nog halve sokken hier liggen? Zijn het allemaal lange? Dan kan ik niet eens zoeken. Ik ben bang dat ik alleen maar lange sokken heb liggen hier. Maak er gewoon een rotzooi, dan maakt het uit. Yes, over sokken. Ik heb echt tijd nodig vandaag, jongens. Nu alles weer terug. En ga zoeken. Goed, ik ben nu echt helemaal klaar. Het is 6:55. Ik ga rond 6:45 weg. Ik heb even sokjes aangedaan. Het loopt even ietsje lekkerder. Ik neem nog een klein beetje koffie beneden. En dan ga ik er vandoor. Goed, jongens, voor ik de deur nog even uit ga, ik heb nog heel snel koffie naar binnen gegooid. Het is 6:50. Ik ga nu weg. Normaal als ik de bus had gepakt, had ik om 6:45 al weg moeten. Maar nu komt mijn vader me brengen. Mijn vader brengt me regelmatig, omdat hij dezelfde tijd als mij weggaat. Dus dat is super fijn. Dus ja, koffie en gaan. Goed, het is koud, ik loop buiten. Het is 3:00. Ik heb een mail gehad van school om te mededelen dat er mijn examen die ik heb ingeleverd, die was afgerond, die netjes afgetekend, en waar alles in orde van was en is ingenomen door de examencommissie als zijnde compleet. Schijnt niet goed compleet te zijn. Ik ben er helemaal klaar met mijn mentor stuurt me weer een van de idiote mail. Ik stuur er een mail op terug. Dat was allemaal niet goed, bla bla. Maar ook, we konden niet aanrijden. Ik ga nu onderweg naar school en het is klaar. Ik ga nu veranderen in een compleet ander mens. Thuis, jongens, echt. Wat een gedoe. Even snel een notendop. Ik ga het allemaal nog een keertje uitgebreid uitleggen. Maar ik kreeg dus een mail van school, dat, of van mijn mentor, dat er iets miste, ontbreekt aan mijn examen. Ja, 3 mails verder en uiteraard een, op een gegeven moment, wat, ja, het was een nette mail, maar mijn mentor vond het behoorlijk brutaal. Ik vroeg alleen maar van, joh, wat is er nu precies, miste nu precies aan mijn examen? Er waren 3 mails verder en toen was het me duidelijk dat mijn naam niet op mijn examen stond. Gewoon mijn naam, jongens. Je had zelfs mijn mentor nog even met pen erop kunnen zetten. Maar omdat ik de mail kreeg van, joh, hè, mijn examen is niet goed, dat dacht ik, shit, en nu? Dus ik ben eerder weggegaan uit stage. Ik ben naar school gegaan. Ik kwam daar op hoge poten binnen. En toen was het, je naam staat er nu op. Dat ik denk van, als je dat in de eerste mail had gezegd, had ik gewoon kunnen denken van, nou, oké, prima. Doen we dat donderdag even. Is het alsnog
in orde. Maar omdat ik niet wist wat er was en je van het ergste uitgaat en je denkt, oh nee, er klopt iets niet. Dacht ik, shit, weet je, nu gewoon gelijk oplossen. Hoe eerder ik het opgelost heb, hoe beter. Maar goed, mijn naam staat erop. Het heeft 2 uur en een kwartier geduurd voordat mijn mentor weer terug was. Want ze gaf me mijn examen, ik moest even veranderen. En daarna moest ik hem teruggeven. Maar wat ze niet zei, is dat ze nog even leuk gezellig 2 uur in vergadering ging. Dat wist ik niet. Ze was nergens meer te bekennen. Ik was echt zo ontzettend boos. Maar we waren 2,5 uur verder. Ik heb er gelijk even duidelijk gemaakt dat ze niet meer achter me aan hoeft te zitten. Ook mijn vader was erbij. Het is eigenlijk best wel idioot dat er pas geluisterd wordt naar studenten als er ouders aan te pas komen of als we gaan dreigen. Er wordt niet normaal naar studenten geluisterd op mijn school. Eigenlijk wordt alles pas serieus genomen als we gaan dreigen. Als er echt problemen zijn. Of als in dit geval mijn ouders op school komen. Mijn vader kwam me ophalen. Ik zat nog steeds te wachten. Ik zeg, joh, kom even binnen zitten dan in school. Wat warmer dan in zijn auto. En mijn vader stond er gewoon bij toen ik mijn examen overhandigde. En die maakte ook even duidelijk van, joh, als je wil dat Kim het haalt, zou je er wat meer met rust moeten laten. Want ik word elke week op mijn nek gedrukt van, joh, je moet dit inleveren, je moet dit inleveren, je moet dit dan doen en je moet dat dan doen. En ik wil dat en dat en dat die dag zien. Dat ik denk van, ik heb afspraken op stage, laat me gewoon mijn ding doen en bemoei je niet met mij. Want dat is het gewoon, ze bemoeit zich overal mee. Mijn mentor is echt de slechtste mentor ever. Echt, ik zweer het je, ze legt, het is niet positief benaderen of een beetje helpen. Nee, ze, ik zweer het je, ze drukt ze echt de grond in. Ze is zo negatief als de pest. Maar goed, it is what it is. In ieder geval ervaar ik het niet als een goede, fijne mentor, maar als een echt irritant, vervelende en nogal opdringerige mentor. Maar goed, hopelijk laat ze me nu met rust. En kan ik nu gewoon lekker mijn ding doen. Ik heb morgen een gesprek op stage. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga het even allemaal voorleggen wat er nu allemaal is gebeurd. En dat het me echt hoog zat. Want jongens, ik zweer het je. Het scheelde niet veel of ik ging vanmiddag echt janken. Ik was er zo klaar mee. Maar goed, in ieder geval, ik ga er vroeg eindigen. Ik ga hem gauw, want ik ben al omgekleed. Maar ik ga mijn make-up er even afhalen. En dan duik ik lekker mijn bed in. Ik wilde even nog douchen, maar daar heb ik niet zo heel veel zin meer in. Dus dat doe ik of morgenochtend vroeg. Maar daar twijfel ik dan ook weer over. Ik weet het niet. Ik kijk wel. Ik kan anders gewoon morgen of zo. Oh. Ik heb uitjes gegeten. Ik heb kroten gegeten met spek en ui. Dat is niet zo slim. Ik heb namelijk heel veel last van mijn darm als ik ui eet. Dus dat is niet zo chill. Maar goed, in ieder geval. Ik bedank jullie voor het kijken. Dus video een blauw duimpje omhoog. En hopelijk wordt morgen een iets leukere dag. Want mijn dag is aan het einde van de middag best wel heel erg verpest.